Stadgenoten, ze komen eraan, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Dus ben ik mij deze week iets minder op onze stad gaan oriënteren en iets meer op onze provincie. Afgelopen dinsdag moest ik zelfs de provincie uit. Niet verplicht overigens, zeer vrijwillig. Op naar Utrecht om het release-concert van het debuutalbum It's Time van onze, want Haagse Voorburgse / Wateringse, kortom geweldige zangeres Koosje bij te wonen in de nok van de artistieke torenflat Tivoli Vredenburg. Met schitterend uitzicht over de aloude stad en het ernstig opgeknapte stations en voorheen hoog chagrijnengebied. Net wat anders dan de eerste verdieping van Amare. Zoals ik net na een privé-enquête met mezelf constateerde. Het was Valentijnsdag en dus behoorlijk lastig om ergens te eten te krijgen. De restaurantjes van de Domstad werden platgelopen door slaafse Valentijnkuddes van al dan niet verliefde stelletjes die in vol ornaat zaten te dineren. Want zo was deze week de volgorde. Op dinsdag dineren, op woensdag doneren. Ja, zo leuk was ze nou ook weer niet. Nee. Dat is gewoon een mevrouw die lawaai maakt in de bibliotheek. Dat mag helemaal niet, volgens mij. Dat doe ik trouwens ook. Het concert van Koosje, onthoud haar naam, was subliem en opgetogen werd de terugtocht naar Den Haag ondernomen. Op zeker moment, ergens tussen de onzichtbaar soppende groene prairies, flitste in het licht van de koplampen het bord Zuid-Holland voorbij. Godzijdank, riep ik in de duisternis. We zijn weer in onze eigen provincie. Het was een moedige aanzet. Maar het echte speciale gevoel dat ik wel heb als ik de Utrechtse baan opsukkel voor Den Haag, bleef uit. Zuid-Holland, wat zegt mij dat eigenlijk? Het is ook wel een volle provincie met heel veel verschillende orden. Den Haag, geboortestad van mij, mijn zus en mijn vader. Rotterdam, mijn maastad. Delft, Leiden, Gouda, de Bollestreek. Waterige gereformeerde polders. Dort, Woerden, Schoonhoven. Goejan voor Wellesluis. Maar ook de diverse voormalige eilanden waarbij Goeree-Overflakke voor mij een bijzondere plaats inneemt. Het zijn daar niet zoveel als in Japan, waar naar hertelling bleek dat ze daar niet 6.000, maar 14.000 eilanden hebben. Het lijkt me nogal een calculatiefoutje. Ik hoop dat de Japanners bij hun verkiezingen iets meer op hun tellen passen. Maar wij Zuid-Hollanders hebben Goeree-Overflakke. Daar gingen wij vroeger elk jaar op vakantie. Vanaf de Haringvlietbrug het hele eiland over, tot we er waren. Oudorp aan zee. Zoals mijn vader zei tegen mensen die vroegen waar we naartoe gingen, 500 kilometer ten noorden van Parijs. Dat klonk heel exotisch en eerlijk gezegd, ook in Oudorp waren de mensen compleet onverstaanbaar. 40 kilometer hemelsbreed van ons huis, het was een volslagen andere wereld. Je moest trouwens wel 100 kilometer rijden om er te komen. Dus wat is Zuid-Holland? Alleen maar iets anders dan Noord-Holland, gewoon ergens een paar strepen getrokken in de Laaglandse modderwoestijn, zoals de koloniale machten ooit Afrika in stukken hebben gehakt. Voel ik mij verbonden met een boze vlagomdraaier in het groene hart? Ik zal wel moeten, want wij allen zijn Zuid-Hollanders. In ieder geval eens per 4 jaar. Zuid-Holland heeft, maar vooral ook had, schitterende plekjes. Per fiets heb ik grote delen van de provincie verkend. Soms zijn er prachtige stukken, maar meestal niet al te lang. Dan doen we ze weer op. De deprimerende bedrijfsterreinen, de eeuwig gloeiende kassen, die distributiedozen en die eenzame nieuwbouwwijkjes op onderzeeërsdiepte of in een gifpolder. Wie van Den Haag naar het oosten reist, zal pas voorbij Gouda een onbekommerde koe in de wei zien. Maar we hebben ook de kust, de duinen, de zandmotor, ons eigen Waddeneiland. En dan weer de machtige bovenmenselijke allure van de Botlek, et cetera. De provincie vult zich steeds meer met de sporen van menselijke bedrijvigheid. Gelukkig dankzij de waterschappen nog niet met water. Maar dat ligt door al die activiteiten wel op de loer. Zuid-Holland heeft weerbare, hardwerkende types. Zoals die benzinepompcassière in Gouda, die een overvaller verjaagde door een kop hete koffie over hem heen te gooien. Met een niet mis te verstaan, rolt op. Helaas wordt er niet alleen over overvallers zo gedacht in onze provincie. In de prognose staan PVV, VVD en BBB op winst. Of ik wil of niet, op 15 maart zal ik mij Zuid-Hollander moeten voelen en de altijd broodnodige gang naar het stemlokaal gaan maken. Hou je Zuid-Hollands, maar vooral ook Haags. Geniet van het goede, vergeet Giro 555 niet en tot snel. Dankjewel Marcel, dankjewel. Ja.